Een hele goede middag op deze woensdag. Het is vandaag 27 september. Ik ben klaargemaakt en leuk dat je kijkt naar een nieuwe weekvlog. Ik heb nu op dit moment de wedstrijd van Ajax Feyenoord aanstaan. Die wordt uitgespeeld. Ze zijn begonnen bij de tweede helft. Inmiddels staat Feyenoord met 4-0 voor, want ze zijn dus met 3-0 weer deze wedstrijd ingegaan, omdat echt de rest nog uitgespeeld moet worden. Maar ik zit ook te kijken naar die spelers van Ajax en ik zie namen staan waarvan ik denk, ik weet niet eens wie je bent. Ik zie bijna geen bekende op het veld. Ja, Brobbey, die ken ik van eerdere seizoenen en de rest, het is abracadabra. Ik mis echt de vaste spelers zoals een Klaassen en, nou ja, goed, die worden allemaal niet ingezet. Want die vindt de trainer gewoon niet voldoende om in te zetten, wat ik ook best wel een beetje raar vind. Dat is een goede speler. Er is inmiddels ook alweer iemand opgestapt bij Ajax, dus het bestuur wordt ook steeds kleiner. Maar goed, dat Ajax deze wedstrijd heeft verloren, dat lijkt me duidelijk. Ik had er ook geen verwachtingen van. Hij is een keer op de gratis zender, die had ik ook niet verwacht. Ik zie inmiddels een melding van nu binnenkomen. Nou, ik weet het niet. Er komt van alles binnen. Maar goed, ik dacht ik zet hem gewoon eventjes aan om te kijken. Maar ja, Ajax is zo verrekt slecht. Maar goed, dat wisten we al. Gisteravond, ik heb gekeken naar Goede Tijden en daarna zou ik gaan kijken naar Vier Handen op één Buik. Alleen toen zette ik hem op Nederland 3 en toen, of NPO 3 heet dat tegenwoordig. En toen zag ik dat er vrouwenvoetbal was. Ik dacht, oké, nou ja, vrouwenvoetbal vind ik echt niet leuk om naar te kijken. Dus toen dacht ik, dan ga ik wat anders kijken. Toen heb ik gekozen voor Hudson en Rex, wat wel een mooie aflevering was. En later dacht ik, oei, dat was niet zo slim. Ik had eigenlijk beter even de Alles kunnen kijken, want anders dan ben ik niet bij voor zaterdag. Dus die moet ik nog wel eventjes terugkijken. Maar ja, dat was gewoon niet echt heel erg handig. Maar op zich, het was wel weer een spannende aflevering. Dus dat was wel leuk. Toen ben ik nog even een spelletje gaan doen. Echt, ik word nou helemaal gek van al die meldingen van nu. En toen ben ik de vlog gaan afmaken, heb ik mijn foto's bewerkt. Ik moet nog even twee nieuwe maken die niet mooi waren. Dat moet nog wel eventjes gebeuren. Toen ben ik mijn Netflix-serie gaan kijken, vanavond de laatste aflevering. En ik ben echt super benieuwd hoe dat eindigt. En daarna nog even Videoland. Toen ben ik naar bed gegaan om mijn boek te lezen. Het begint nu wel een beetje wat meer in te komen, dus dat is wel lekker. Toen ben ik gaan slapen, dus nou ja, was verder allemaal ook wel prima. Ik ga zometeen gewoon eventjes de woonkamer doen, want de grote schoonmaak is aan de beurt, dus alles moet weer even goed gedaan worden. Ik heb die sprinkhaan teruggevonden. Ik vertelde in de vorige vlog over de sprinkhaan, die ik dus op mijn plafond had zitten en die ineens kwijt was. Ik heb hem gevonden en ik had hem ineens tussen mijn vingers, wat ik eigenlijk al heel vies vond. Ik wil het eigenlijk niet aanraken zonder handschoenen. En toen merkte ik pas hoe zwaar die beesten zijn als je die vast hebt. Echt, hij was inmiddels wel dood hoor. Dus ik heb hem niet levend vastgepakt. Echt nooit van mijn leven. Maar die beesten zijn echt zwaar. Het is net of ze lood in hun lijf hebben of zo. Nou, dat was heel apart. Maar goed, ik had hem gevonden weer. Dat was op zich wel fijn. Dus nou ja, dat. Ik heb nog de strijk voor jullie gedaan. Dus dat ga ik jullie even laten zien. Want ja, dat hoort er soms ook bij, even strijken. Dan ga ik hier eventjes de boel doen en dan ga ik daarna denk ik nog eventjes lekker in mijn bullet journal aan de gang. Dus dat is voor nu de planning. Ik ga ondertussen even die wedstrijd verder uitkijken. Maar goed, er zullen alleen nog maar meer goals vanaf de kant van Feyenoord vallen. Maar goed, dat is de planning, dus dat ga ik nu doen.
Zo, ik heb ook weer even lekker de kleedjes neergelegd. Dus hier. En dan heb ik hier ook nog een kleedje voor de katten. Deze. Dus dan kunnen ze weer lekker liggen. Want die tijd komt er weer aan. Zo, inmiddels lekker klaar. Uiteindelijk is Ajax met 4-0 geëindigd. Dus 4-0 verloren. Nou ja, het had nog erger gekund. Dus, nou ja, goed. Ik heb in ieder geval lekker alles kunnen doen. Ik zie alleen nou een heel stuk stof wat uit die ventilator komt. Ik hoop echt dat ik hem eerdaags op kan ruimen. Maar je merkt nu toch dat het, omdat het toch na zomer nog een beetje warm is. Katjes hebben net lekker gegeten. Ik heb nog even lekker in mijn bullet journal gewerkt. Dat was ook wel fijn. Dus ja, dan schiet het ook weer een beetje op. Ik ga zometeen eventjes lekker relaxen. Dan ga ik strakjes lekker douchen en eten. Vanavond heb je gewoon weer goede tijden en beter laat dan nooit. Dus dan ga ik gewoon weer naar kijken. Ik denk nog even een spelletje doen. En dan ga ik mijn blogpost schrijven. Ik moet nog even die nieuwe fotootjes maken. En dan ga ik de vlog inplannen, daar even een thumbnail van maken. En dan ga ik de laatste aflevering van de serie kijken. Super veel zin in. En daarna eventjes weer oogappels. Daar heb ik ook wel zin in. Het is weer woensdag, het is tijd voor oogappels. En daarna ga ik lekker nog even mijn boek lezen. En dan ga ik slapen. Want morgen moet ik weer boodschappen doen. En ik moet morgen naar de tandarts. En daar zie ik echt zo tegenop. Maar ja, goed. Het moet maar weer eventjes een keertje gebeuren. Dus dat is de planning. Dus ik ga jullie dan ook gewoon morgen zien. Want ik ga hier verder niks meer doen. Dus bij deze zou ik zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze donderdag. Het is vandaag 28 september. Ik ben mezelf even aan het klaarmaken. Want mijn coachje komt straks en ik moet naar de tandarts toe, waar ik een beetje tegenop zie. Het is wel vanmiddag pas om 4:30, dus het duurt nog wel even. Maar ik ben best wel lang niet geweest. En daar heb ik ook zo mijn redenen voor. Maar dat hou ik gewoon even privé. Dat vind ik gewoon niet zo heel fijn om te delen. Ik moet ook naar een nieuwe tandarts toe. Want de vorige tandarts die zat nog in mijn geboorteplaats. Nou, dat is niet te doen om daarheen te gaan vanaf hier. Alleen even voor de tandarts. Dus vandaar dat ik een nieuwe tandarts heb gevonden. En daar heb ik dus vandaag eigenlijk een soort van intake. Maar ik weet verder niet zo goed wat ik ervan kan verwachten. Dus het is gewoon even spannend. Verder moet ik ook gewoon boodschappen doen. En ga ik met mijn broodje even bij mijn tandarts eten. Want het was nog voor mijn verjaardag. Dus dat is wel heel leuk. Maar ja, ik vind het wel heel spannend. Gisteren heb ik gekeken naar Goede Tijden. En daarna Beter Laat Dan Nooit. Dat was wel echt heel leuk. Ik geniet wel heel erg van dit programma. Dus ik vind het wel echt een superleuk programma. Daarna heb ik nog even gegamed. En toen ben ik... mijn blogpost gaan schrijven. En mijn vlog gaan uploaden. Ik moest even een thumbnailtje maken. Dus dat is allemaal wel gelukt. Dus dat was prima. En toen heb ik mijn Netflix serie uitgekeken. Super spannend einde. Echt een aanrader deze serie. Ik ben heel erg benieuwd wat ik dan moet. Ik vanavond wel weer wat nieuws uitzoeken. Daar ben ik soms zoekende mee. Maar het kan ook zo wezen dat ik zo iets nieuws heb gevonden. Heb ik oogappels weer gekeken, wat ook weer super mooi was. En toen heb ik nog even mijn boek gelezen en toen ben ik gaan slapen. Ik moet zo nog even wat dingen doen. Ik moet zo nog even stofzuigen. Ik wil nog even wat drinken en dan moet ik even nog mijn tanden poetsen. Want ja, je moet natuurlijk wel nog een schoon gebit bij de tandarts komen. Schoon gebit is altijd goed natuurlijk, niet alleen voor de tandarts. Dus dat is eigenlijk de planning voor vandaag. Ik heb een pak aan, jongens. Ik ben in een pak. En hij zit echt zo lekker. Hij zit echt heerlijk. Dus daar ben ik wel blij mee. Ik ga mezelf even verder klaarmaken. En ik ga jullie gewoon nog weer proberen mee te nemen vandaag. Dus ook nog wel weer even met boodschappen doen en zo. Dat is voor nu eventjes de planning. Dus ik zie jullie sowieso weer als ik terug thuis ben. Thank you.
keer weer thuis. Maar mijn kamer... Oh, en nu gaat hij weer recht. Ik zat omgekeerd. Stond ik erop? Ik heb lekker gegeten. Het was heel lekker. Mocht je afvragen. Wat heb je veel gegeten? Ja, dat klopt. Ik eet natuurlijk best wel veel. Ja, het was gewoon heel lekker allemaal. Ik ben bij de tandarts geweest. Dat viel uiteindelijk reuze mee. Ik had geen gaatjes. Vond ik heel knap. Omdat ik had echt verwacht dat ik gaatjes zou hebben. Omdat ik al lang niet geweest was. Maar ik had helemaal geen gaatjes. Er zijn wel wat dingen. Ik moet eigenlijk weer eventjes een keer een goede schoonmaakbeurt hebben bij de mondhygiënist, zeg maar. En ja, een beetje, ja, door mijn medicijnen wordt het slijt, heb ik wel wat slijtage, zeg maar. Maar daar gaan ze me wel bij helpen. En misschien tegen een tandenknarsje dat ik een bitje krijg voor 's nachts. Maar dat moet ik eerst even, ga ik volgende week allemaal met mijn coach even uitzoeken hoe dat zit. Zeg maar met de verzekering en zo. Maar verder was het wel prima. Dus nou, ik heb het weer gehad. Ik ga even de boodschappen laten zien. Katje hebben we net gegeten. Ik heb boontjes gehaald bij de... ja, ik noem het altijd de goudrenet. Het heeft inmiddels een andere naam gekregen. Maar het was echt super goedkoop daar. Ik heb mijn crème weer voor mijn eczeem. Dus dat is heel fijn. Ik heb deze meegenomen voor de poesjes. Want het is natuurlijk dierendag, woensdag. Dan heb ik eventjes slaafwinken gekocht. Ik heb ook eventjes een tubetje frietsaus. Maar ik heb toch maar even een klein. Want die grote zijn zo duur geworden. Ik schrok me er heel erg van. Dus ik wacht wel gewoon tot die weer een keer in de aanbieding is. Dan heb ik de spekjes. Ik heb nog dit leuke shirtje meegenomen bij de Lidl. Een geribbeld shirtje. Een roze uiteraard. Vond ik wel heel leuk. Dan heb ik hier shampoo. Moet even shampoo hebben. Ik heb nu maar even deze genomen. Want degene die ik altijd heb, die is ook zo duur geworden. Dus ja, dan maar eventjes deze. Want ja, je schrikt erg voor van alle kanten. Dat is zo heel veel. Ik heb nog zo'n pak met chudrans meegenomen. Want die hadden ze nog, omdat ik die dus zo lekker vind. Dan heb ik nog chocomel. Aardappeltjes, patatjes en toetjes. En dat waren ook alle boodschapjes. Zoals ik zei, ik had niet zo heel veel nodig. Ik had voor maandag heb ik nog heel veel eten. En ik had voor zondag nog eten. Dus dat is allemaal prima. Ik ga dit eventjes opruimen. Dan ga ik even lekker onder de douche. Dan moet ik even nog de rekening indienen van de tandarts. Dat ga ik even doen. Dan duik ik even achter de laptop. Dan ga ik lekker goede tijden kijken. En vanavond heb je weer die Big Bang. Daar heb ik zin in. Het pak zit zo lekker. Ik heb niet eens veel bekijks gehad. Ik had echt verwacht dat heel veel mensen me daar aan zouden kijken. Omdat ik in zo'n fel roze pak was. Maar dat was helemaal niet aan de orde. En vanavond ga ik gewoon nog even een spelletje doen. Dan ga ik lekker mijn foto's bewerken. Ik zit nou wel met een heel lekker gevoel op de bank. Gewoon dat ik, ja, dat het allemaal mooi klaar is. Dan ga ik een nieuwe Netflix serie uitzoeken. Ik heb nog geen idee welke. Dus dat is nog even spannend. Dan ga ik eventjes lekker mijn Videoland serie kijken. En dan ga ik naar bed om een boek te lezen. Zal ik dat, heb ik dat allemaal weer gehad. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen zien. Want ik ga nu verder niks meer doen dan eventjes lekker relaxen. Dus ja, bij deze zou ik zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze vrijdag. Het is 29 september. Ik ben klaargemaakt. Het is echt een specifieke herfstdag vandaag. Het is heel erg aan het waaien en het regent. En ja, ik vind dit super gezellig. Ik hou hier heel erg van. Ik zal ook eens even kijken hoeveel graden het is, want daar ben ik dan ook wel een beetje benieuwd naar. Van wat zegt de graden nu, zeg maar. 19 graden en inderdaad bewolkt. Ik vond gisteren ook wel lastig, want ik had gisteren eigenlijk mijn teddyjas aangedaan. En dan merk je toch als je buiten bent dat dat nog best wel warm is. Eigenlijk kan met 22 graden het leren jasje nog prima. Dus daar ben ik een beetje zoekende in. Maar goed, ik ben toch maar één keer per week buiten over het algemeen. En als ik even naar de brievenbus loop, dan schiet ik gewoon even een jasje aan. Ik ben gisteren eigenlijk nog best wel geschrokken. Want er is gisteren natuurlijk van alles gebeurd in Rotterdam. Ik kreeg het vrij laat te horen. Ik zat op een gegeven moment te eten bij McDonald's. En ik zag op mijn horloge een melding binnenkomen van nu. Alleen ik had zoiets van, nou ja, je bent aan het eten. En omdat ik in gezelschap was van mijn coach, ging ik niet kijken natuurlijk. Ik moet zeggen, als ik gewoon normaal gesproken, als ik alleen eet, dan heb ik de telefoon wel naast me liggen. En als er een melding binnenkomt, dan kijk ik wel. Maar ja, als je in gezelschap bent, doe je dat niet. Het werd me ook nog niet echt duidelijk, tot er nu melding binnenkwam, wat er dus aan de hand was.
Dus toen we later terug in de auto zaten, toen heb ik toch maar eens even gekeken. Toen zag ik wel dat er wat bij het ziekenhuis in Rotterdam aan de hand was. Ik zei tegen mijn coach, nou, ik denk dat ik straks maar even het nieuws aanzet, want er is van alles aan de hand. Nou ja, eigenlijk toen ik het nieuws aanzette, werd me pas duidelijk wat er dus aan de hand was. Er was dus een 32-jarige man, die heeft eerst bij zijn buren een schietpartij geopend, waarbij de buurvrouw eigenlijk meteen overleden is en uiteindelijk haar dochter ook. Toen heeft hij dat huis in de brand gezet. Toen is hij dus gegaan naar het ziekenhuis in Rotterdam, waar ze dus ook een mogelijkheid hebben tot het opleiden van studenten. Toen heeft hij daar een leraar doodgeschoten. En dat hele ziekenhuis is ontruimd. Er is ook nog een vuurtje gesticht. Vuur gesticht. Volgens mij is dat niet helemaal goed hoe ik het nu zeg. Maar ik weet even niet hoe ik het anders moet verwoorden. Toen uiteindelijk hebben ze diegene wel kunnen oppakken. Maar ze wisten in eerste instantie niet of deze persoon alleen handelde. Dat bleek uiteindelijk wel zo te zijn. Dat was wel echt super heftig. Dus toen heb ik gisteravond, toen ik Hart van Nederland keek, toen merkte je ook inderdaad wel dat het allemaal daarover ging. Wat logisch is. Want ja, het is gewoon heel, heel heftig wat er allemaal is gebeurd. En dan word je toch weer even op de feiten gedrukt dat dit soort dingen ook gewoon in Nederland gebeuren. En het is niet dat je niet weet dat het gebeurt, want er is de afgelopen jaren zoveel gebeurd. Maar het wordt dan toch wel weer echt eventjes heel duidelijk van, ja, ook in Nederland spelen dit soort dingen gewoon af waarvan je vroeger dacht dat gebeurt alleen in het buitenland. Dat was wel heel heftig. Verder heb ik gekeken naar Goede Tijden. En toen eventjes weer de Big Bang. Wat echt weer super leuk was. Volgende week wordt het ook echt super leuk met leuke mensen. Team voor, waar ik voor was heeft helaas niet gewonnen. Maar het was wel heel leuk en gewoon weer heel grappig. Toen heb ik nog even een spelletje gedaan en ben ik mijn foto's gaan bewerken. Toen moest ik natuurlijk op zoek naar een nieuwe Netflix serie. Dat is gelukt. Het is een Mexicaanse serie waar ik ook de naam niet van kan uitspreken. Ik zal de naam wel even in beeld neerzetten. Het is niet dat ik er al gelijk zo lekker in zat als bij de vorige serie. Dus ik ben nog een beetje zoekende hoe het nu allemaal zit. Want ik begreep het niet helemaal goed. Maar hij had weer een hoge matchscore met mij. Ik ben op zich wel benieuwd hoe het eindigt. Daarna nog eventjes Videoland. En toen ben ik nog even mijn boek gaan lezen. Toen ben ik lekker gaan slapen. Dus dat was het. Ik ga zo eventjes een was aanzetten en dan ga ik lekker de slaapkamer doen, want die is wel weer eventjes aan de beurt met een goede schoonmaakbeurt. Daar heb ik wel zin in, lekker mijn bed weer verschonen. Daar kan ik alweer van genieten dat ik vanavond in zo'n lekker schoon bed stap. Dus ik ga jullie gewoon meenemen, dus ja, ik ga eventjes aan de gang. Zweet hoofd later, maar ik heb het toch best wel warm gekregen. Het was warmer dan gedacht, maar dat komt omdat je dan bezig bent. Ik had even het raam op de slaapkamer opengezet, maar inmiddels waait het niet zo hard meer en het regent ook niet echt meer. Dus ja, ik heb het toch alweer een beetje warm gekregen, maar nou, dat komt straks wel weer een beetje af. Ik ben nu in ieder geval klaar. Ik heb net ook nog even het overige vaatje weggedaan. Ik had zeg maar... Ja, van woensdagavond nog mijn glazen en zo. En dan van gisteren de bekers en de glazen. Dus ik dacht, nou, ik zet het gewoon even in een heet sopje. Toen heb ik eerst de slaapkamer helemaal gedaan. Lekkere schoon bed vanavond, heerlijk.
En toen heb ik dus net eventjes dat vaatje, toen de katten aan het eten waren, heb ik even dat vaatje weggewassen. Want ja, dat hoeft dan niet zo heel veel meer gewassen te worden, omdat het al heel erg lang geweekt heeft. Maar dat was wel lekker, dus dat is klaar. Dus alleen nog even een kwestie van afdrogen. En dan natuurlijk gewoon wel de vaat van vanavond van het eten. Maar dat is dan niet zo heel veel werk meer. Maar dan is dit in ieder geval alweer klaar. Ik ga zometeen eventjes lekker relaxen. Dan ga ik straks lekker douchen en eten. Vanavond heb je weer lekker Flikker Rotterdam. Daar heb ik wel heel veel zin in om hier naar te gaan kijken. Ik denk nog even een spel doen. En dan ga ik mijn video in elkaar zetten en mijn blogpost schrijven. Dan ga ik verder met de serie op Netflix. Ik ben wel benieuwd wat de tweede aflevering zal brengen. Dan ga ik nog even CMC kijken. En dan hoop ik weer even een stuk te lezen in mijn boek. Want het begint nu wel echt leuker te worden. Maar het duurde best wel lang voordat ik op gang was. En ik had ook niet verwacht dat het zo'n dik boek zou wezen. Ik heb het boek toevallig bij de Primera zien staan. Dus toen kon ik zien hoe dik die was. Want ik heb het boek natuurlijk niet in handen. Omdat ik hem digitaal heb. Dus dat is eigenlijk de planning. Ik ga nu dan ook gewoon morgen zien, want ik ga nu verder niks meer doen dan eventjes lekker in de relaxmodus. Daar ben ik echt eventjes aan toe. Even wat drinken en dan wordt het gewoon eventjes relaxen. Dus dat is mijn planning. Dus bij deze zeg ik dus tot morgen. Een hele goede middag op deze zaterdag. Het is vandaag 30 september. Ik ben klaargemaakt en ik heb zojuist mijn vinger even afgeplakt. Althans, er zit een toiletpapiertje omheen met een stukje plastic. Want ik heb die hele vinger weer open gekrapt. Daar zit dus mijn eczeem. En die heb ik net weer ingesmeerd met de crème. Maar als je daar niks omheen doet, dan smeer je die crème overal heen. Want het is echt een hele vette crème. En het is natuurlijk prima, want het werkt goed tegen de eczeem. Maar je smeert het wel echt overal naartoe anders. Dus als het straks ingetrokken is, kan het er weer af. Gisteravond heb ik naar Flikker Rotterdam gekeken. Dat was ook wel weer een hele mooie uitzending. Ik heb nog even een spel gespeeld. Toen ben ik mijn video in elkaar gaan zetten en heb ik mijn blogpost geschreven. Dat ging eigenlijk allemaal wel prima. Toen heb ik eventjes Netflix gekeken en Videoland. En toen ging ik dus naar bed en ik doe mijn nachtlampje aan. En ik hoor eigenlijk een beetje gezoem en ik zie dus inderdaad iets langs me heen komen. Ik was niet snel genoeg om het überhaupt te kunnen vangen. Dus ik dacht, oh jee, we hebben een mug. Nou, daar had ik echt totaal geen zin in. Want als ik ergens een hekel aan heb, dan is het muggen. Zijn het muggen, sorry. Dus toen ging ik die mug proberen te lokken. Ik had dus mijn telefoon, daar had ik mijn zaklamp op aangedaan. En die ging ik schijnen. En ik heb dus wel eens een keer meegemaakt dat die mug daar dus letterlijk op afkwam. Nou ja, nu dus niet. Dus ik ging al niet met een heel lekker gevoel slapen uiteindelijk. Dus ik lag echt zo met het dekbed over mijn oren, zodat die mug niet zou horen. Had ik voor de zekerheid de ventilator aangezet, zodat die mug niet bij me durfde te komen. Maar ik heb hem uiteindelijk dus niet gehoord. Maar ik was net even aan het kijken en ik heb hem ook nog niet gevonden. Dus ik ga nog wel eventjes kijken of ik hem eventueel vandaag dan nog zie. Want dit vind ik gewoon niet heel erg lekker als er zo'n mug rondvliegt. Vandaag op de planning. Ik ga zo meteen het plankje ophangen, zodat het gedenklampje van opa erop kan. Daar ben ik nu wel eventjes aan toe om die op te gaan hangen. Ik moet eventjes kijken waar ik hem precies wil hangen. Dat wordt nog eventjes een uitdaging waar ik hem ga neerhangen. Maar ik ga jullie daar in ieder geval in meenemen. Ik ga boven nog even wat opruimen en even mijn blog en YouTube boek bijwerken. Dus dat wordt eigenlijk de planning voor vandaag. Dus ik ga eerst eventjes kijken waar ik hem neergehangen en dan zal ik jullie er even bij zetten om daadwerkelijk op te gaan hangen. Dus ik ben ook wel benieuwd waar die uiteindelijk terecht gaat komen. Ik heb wel een idee, maar ik moet even kijken hoe het allemaal past. Dus dat is voor nu eventjes wat ik ga doen. Thank you.
opgehangen. Ik sta nu even op de stoel. Zo staat hij dus nu. Dus ik ga hem hier zo eventjes nu op laten staan. Ik doe wel 's nachts dan de stekker eruit en ik haal hem ook weg. Maar zo kunnen de katten in ieder geval niet bij. Misschien dat ik nog wat kan doen met de stekker, zodat het iets netter nog wordt. Maar voor nu vind ik het in ieder geval wel mooi zo. En heeft hij gewoon een mooi plekje gekregen. Daar ben ik heel blij mee. Katjes hebben net lekker gegeten. Hier vliegt wat. Oké, dat moet ik zo even proberen te vangen. Ik heb lekker even mijn blog en YouTube-boek bijgewerkt. Dus daar ben ik nu voor september klaar mee. Ik was nu een beetje met de voorkant begonnen voor oktober. Maar toen was het ook tijd om op te ruimen om de katten te voeren. Ik ben wel heel blij met het plankje hoe die nu hangt. Ik heb er bewust voor gekozen om hem wat hoger op te hangen, zodat de katten er niet bij kunnen. En ik denk wel dat het heel mooi zal staan. Vooral als het weer donker is straks, als je hem dan aandoet. Ja, ik vind het wel heel mooi zo. Ik ben blij dat het nu echt een plekje heeft gekregen. Ik heb boven nog wat gedaan. Het ging op zich wel lekker, maar ja, soms weet ik gewoon eventjes niet waar ik beginnen moet. Maar dat komt ook wel weer goed. Ik heb even een inkakmomentje, jongens. Dat is, ja, soms heb je dat. Dus verder was het eigenlijk gewoon ja, een beetje opruimen, dingen ophangen. En oh ja, ik was even met spray aan de gang geweest, met insectenspray. Maar dat is een beetje naar mijn hoofd gestegen, want dat is best wel een intense geur. Maar ik moest bij de voordeur even sprayen, omdat ze daar dus heel veel vliegen. Dus ik hoop nu dat ze allemaal een beetje doodgaan. Dan kan ik dat van de week mooi eventjes schoonmaken daar. En dat is echt heel vies, dus dat moet wel eventjes gebeuren. Maar... kan daar sowieso, ik moest dat sowieso eerst sprayen, want je kan daar nu ook gewoon even niet komen vanwege de geur, zeg maar. Want het is best wel intens. Ik ga zometeen eventjes lekker relaxen. Dan ga ik straks lekker douchen en eten. Vanavond kijk ik naar de Alleskunner en Ik hou van Holland. Ik had de Alleskunner van vorige week inmiddels gezien, dus ik ben bij. Ik ga de vlog in elkaar zetten en ik wil eventjes mijn nieuwe spelletje spelen die ik voor mijn verjaardag heb gehad. Dan ga ik Videoland kijken en Netflix en dan ga ik lekker naar bed. En dan hoop ik dat er nu geen mug is, want ja, het heeft me toch een beetje angst aangejaagd. Maar dat komt wel goed. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen weer zien. Oh ja, ik vergeet iets heel belangrijks. Vanavond moet Ajax, dus ik heb dubbel scherm. Dus ik ga dat wel kijken, maar ja, ik weet niet of ik even heel veel verwachtingen heb. Er zijn wel wat dingen veranderd, dus we gaan het wel zien vanavond. Dus dat ga ik wel kijken. Goed, ik ga... bij deze in ieder geval zeggen tot morgen, want nu ga ik eventjes lekker relaxen. Een hele goede middag op deze zondag. Het is vandaag 1 oktober, ja. September is officieel voorbij, dus we zitten alweer in oktober. Ik zit even lekker op de bank. Gisteravond had ik dus dubbel scherm. Ik heb gekeken naar de Alleskunner en naar Ik hou van Holland. En ondertussen keek ik dus naar de wedstrijd van Ajax, die bij RKC aan het voetballen was. Die wedstrijd ging best wel tegelijk op. Ajax die begon met scoren. Het was op een gegeven moment 0-1. RKC wist hem gelijk te trekken. Het gebeurde bij de 2-2 eigenlijk ook. Op een gegeven moment zat Ajax voor met 2-3. En er gebeurt wat op het veld. Ik had dus een stream. Dus hij viel af en toe wel weer weg. En er gebeurt daar wat op het veld. En je weet als kijker niet wat er aan de hand is. De wedstrijd wordt op dat moment ook even stilgelegd. Want er ligt dus een speler van RKC, die ligt op de grond. Bleek uiteindelijk om de keeper te gaan. En eigenlijk de spelers van zowel Ajax als RKC, die vormen een haag om hem heen. Zodat de medici hun werk kunnen doen. Er komt op een gegeven moment, ja, ik noem het maar even een brancard, maar zo heet dat volgens mij officieel niet. Want het is zonder wieltjes. Het is niet dat dit weggedragen wordt met wieltjes. Ze moeten dit echt dragen. Er komt een reanimatieapparaat het veld op. Het schijnt dus dat deze man gereanimeerd is op het veld. En uiteindelijk hebben ze hem meegenomen. Er gingen allemaal doeken omheen. Dus je wist als speler niks. Je schrikt eigenlijk heel erg. Je weet in eerste instantie niet wat er aan de hand is. Ja, er is een botsing geweest met een speler van Ajax. Ja, en heel veel mensen zeggen hij ging er veel te hard in. Maar ze kunnen daar ook eigenlijk niet echt een reden op geven. Of dat dit het geval, of dat dit te maken had met wat er met deze jongen aan de hand was. Of dat hij ook neergegaan zou zijn als er geen botsing was geweest.
Hij is uiteindelijk wel weer bijgekomen, schijnt gelukkig en is overgebracht naar het ziekenhuis. En heeft hij nu, kwam een melding binnen, best wel een goede nacht gehad. Maar dat was best wel schrikken. De wedstrijd is uiteraard niet uitgespeeld. Dus ik weet ook niet of dat deze nog uitgespeeld gaat worden. Maar het is best wel heftig. En ik vond het als kijker al best wel heftig. Moet je nagaan als je daar in het stadion zit. Dus ja, ik had wel zoiets van, jeetje, dit is wel heel, heel heftig. Ik heb mijn video verder in, of mijn vlog eigenlijk, geëdit voor het grootste gedeelte. Toen ben ik mijn Netflix-serie gaan kijken en nog even CMC. Toen ben ik naar bed gegaan, heb ik mijn boek gelezen. Die is nu wel bijna uit, dus dat is ook wel lekker. Dan kan ik weer met een nieuw boek beginnen. Ik ga zo meteen eventjes de groenten afhalen als ik stof gezogen heb. De bakken heb geschept, dan ga ik boven nog even doen en dan ga ik straks foto's maken. Dus ik zal even de fotospullen laten zien en dat wordt het eigenlijk verder wel een rustig middagje. Dus dat is op zich wel lekker. Dus ja, dat is eigenlijk voor nu even de planning. Zo, ik heb even de fotospullen gepakt. Ik heb hier allereerst een Hero Under Eye Stick. Dus daar ben ik heel nieuwsgierig naar op hoe dat gaat werken. Dan heb ik hier de fixing spray van Fortnite. En hier de Meta Face collectie, waar ik dus ook een uitgebreide video over ga opnemen. Dit is allereerst een primer. Hoe mooi ziet die eruit zo met die laagjes. Heel goed. Twee nagellakjes. De paarse en de lichte. Dan heb ik hier een highlighter, heel nieuwsgierig naar de drie lipolies. Volgens mij waren het lipolies. PR Reactive, ja, volgens mij is het lipolie. Oh, lipglaze. Nou, de lipglazes en het oogschaduwpaletten. Dus hier ga ik nu mooi even foto's van maken, dan is dat ook weer klaar. Zo, ik heb het rundvlees lekker opgezet, dus dat kan nu mooi nog even een poosje sudderen. Dus ja, het wordt wel weer lekker straks. Zo, foto's zijn gemaakt, dus die zijn klaar. Ik moet alleen nog importeren, want het duurde allemaal iets langer. Maar ik was even boven lekker bezig. En toen was ik, ik heb er wel een klok hangen, maar die doet het niet. Dus ik moet er even een andere batterij in doen. En toen had ik eigenlijk even niet door hoe laat het was. Toen dacht ik, oh ja, dan kan ik nu beter foto's gaan maken. Maar het ging gewoon wel even lekker, dus dat was wel fijn. Nou, het rundvlees staat dus op, zoals jullie hebben kunnen zien. Dus dat wordt straks ook alweer lekker met eten. Ik ga nu nog eventjes lekker relaxen. Dan ga ik straks lekker douchen en eten. Vanavond kijk ik weer naar Miljoenenjacht en daarna het Roerom. Ik heb gisteren ook voor het eerst mijn nieuwe spel gedaan voor de Switch die ik had gekregen voor mijn verjaardag. Echt super schattig. Ik had nu een hondje en die moest ik uitlaten en zo. Dat was echt super leuk. Dus daar ga ik vanavond nog even mee verder. Verder ga ik mijn foto's voor mijn blog bewerken. Mijn Netflix-serie kijken en Videoland. En dan ga ik lekker naar bed om mijn boek te lezen. En ik ga nu als een malle de camera op de oplader doen, want de batterij is leeg. Dus hij kan ieder moment uitvallen. Maar dat wordt in ieder geval mijn avond. Dus ik zou bij deze dan zeggen, tot morgen. Een hele goede middag op deze maandag. Het is vandaag 2 oktober. Ik ben klaargemaakt en er is echt even iets heel erg raars aan de hand. Ik kreeg een sms'je van de huisartsenpraktijk dat ik morgen om 8 uur een afspraak zou hebben. Ik dacht, wat is dit? Ik heb helemaal geen afspraak gemaakt. Dus toen ging ik even online inloggen. Toen kon ik dus zien waar de afspraak over ging. Nou, die klachten die had ik sowieso niet. Maar ik heb die hele afspraak niet gemaakt. Dus ik moest ze straks even bellen, maar dat kan pas vanaf 3 uur. Maar ik vind het gewoon een beetje eng dat er dus een afspraak op mijn naam is gemaakt die ik zelf dus niet gemaakt heb. Dus ofwel iemand heeft weten in te loggen op mijn gegevens. Ofwel iemand heeft naar de huisarts gebeld die heeft zich voorgedaan als mij. Of ze hebben het bij de huisarts verkeerd gedaan. Maar dat ga ik zo eventjes horen, want ik ga ze even bellen dat ik helemaal geen afspraak nodig heb. Dus dat vind ik wel een beetje griezelig. Het zou vandaag in sommige plekken 27 graden kunnen worden op sommige plekken. Het is hier 22 graden, maar gelukkig. Dus dat is geen 27. Daar ben ik heel blij mee. Het is ook bewolkt. Dus dat is prima. Nou, ik heb gisteravond naar Miljoenenjacht gekeken. En ik moet zeggen, ja, het was allemaal een beetje dubbel. Er stonden best wel veel mensen die heel veel zenuwen hadden. Waar het ook een beetje van afspatte. Nou ja, dat geeft ook niet. Je weet zelf ook niet hoe je zou reageren op zo'n situatie.
En degene die overbleef, die leek een beetje ongeïnteresseerd in het spel. Hij was het heel nonchalant aan het spelen en het ging ook niet heel goed, want hij haalde al vrij snel de hoge bedragen eruit. In het begin zei hij wel, ik ben wel iemand die echt tot het uiterste gaat en uiteindelijk durfde hij dat toch niet. Heeft hij wel bij een heel mooi bedrag afgedrukt. Maar mensen vonden hem niet heel geïnteresseerd en ik deel die mening ook wel. Maar ja, net wat ik zeg, het kan een stukje zenuwen zijn. Je weet ook nooit hoe je zelf zou reageren als je daar staat. Maar toen gingen ze dus naar de thuisvinder toe. En dat was dus al een wat ouder echtpaar. En die man die had liggen slapen op de bank. Dus het duurde even voor hij naar de deur kwam. Hij had inmiddels wel gezien wat het bedrag was. En toen ging Winston het bedrag opschrijven. En die man ging letterlijk zijn neus zitten snuiten. Dus ik dacht, oh, dit kan toch niet. En hij moest er zelf wel om lachen hoor, Winston. Maar ja, ik vond het een beetje raar. Maar goed, daarna heb ik even het roerroom gekeken. Nou, dat was ook wel bijzonder. Een gezin met 6 kinderen, die gingen naar Frankrijk iets beginnen. Maar het kwam ook helemaal niet van de grond. Ja, ik vind het altijd heel leuk om naar te kijken. Maar ik ben zo blij dat ik er zelf niks mee moet. Ik heb mijn nagels gedaan en dat is deze kleur geworden. Dat is dat lakje uit de Metaface collectie. Deze paarse. Ik vind hem wel minder intens dan ik had gehoopt. Ik had echt verwacht dat ik een hele mooie donkere paarse kleur zou krijgen. Maar dat is dus niet het geval. Dit is de kleur C01 Pretty Avatar. Maar ja, op zich is het wel een gezellig kleurtje. Dus deze. Ik heb mijn foto's bewerkt. Toen heb ik gekeken naar Netflix en Videoland. Toen ben ik naar bed gegaan om mijn boek te lezen. Dus dat was het ook. Ik ga zometeen eventjes ook de spulletjes van Francine wassen. Die tafellopers, theedoeken en ook de placemats en zak ze nog even goed laten zien. Want ik heb ze inmiddels helemaal uitgepakt. Dan kun je ze even wat beter zien. Die ga ik even wassen. Dan ga ik lekker de kattenbakken doen en de douche. En ik moet ook denk ik nog wel even een wasje op vouwen. Ik ga jullie zo meenemen. Ik ga eerst dat even aanzetten. En dan ga ik straks ook even proberen de huisarts te bellen en even de bakken te legen. Dus dat is even de planning. Dus ik neem jullie weer mee. Kijk, dit is dus een van de tafellopertjes die ook echt super, super leuk zijn. Er staan gewoon dus allemaal kantjes op en de voor- en achterkant zijn hetzelfde. Nou, daar had ik er dus 2 van omdat ik 2 tafels heb. Of is dit hem? Nee, dit zijn de theedoeken volgens mij. Ja, dit zijn dan de theedoeken. Er staan dan ook allemaal katjes gewoon op. Super leuk. Ik denk wel even dat ik ze moet, moet stomen. En dan zijn dit de placematjes. Kijk, leuk formaatje, maar ook gewoon allemaal met dezelfde katjes erop. Dus dat is wel leuk. Ik zal jullie trouwens ook nog even het beeld laten zien van als het lampje van mijn opa brandt als het 's avonds is. Want dat geeft een mooier effect. Dit ga ik nu eerst even wassen in ieder geval. Ik laat jullie nog even zien hoe het lampje brandt als het donker is. Want dat geeft een nog mooier effect. En dat zie je ook dan op het plafond. Dat vind ik wel heel grappig. Dus ja, zo is het effect als het echt ook donker is in huis. Dus dat vind ik zelf wel heel mooi. Ik ben weer lekker klaar. Wasje opgevouwen. Nou, die dingen in de hand was gedaan. Ik heb alleen het idee dat ik iets vergeten ben. Dus ik moet even kijken op de slaapkamer of ik misschien per ongeluk wat heb laten liggen. Want ik heb niet het idee dat dit alles is. Maar goed, dat rek kwam er net ook af. Dat is echt heel waggel. Ik zou eigenlijk een keer een andere moeten hebben. Ik heb de huisarts gesproken.
Althans, de assistenten. En het is gewoon een misverstand. Want blijkbaar hebben ze de afspraak die voor iemand anders was per ongeluk op mijn naam neergezet. Dus die is eruit gehaald. Dus dat is weer opgelost. Dus zie je maar, weer heb je gelijk allerlei dingen in je hoofd die dan niet kloppen. Maar in ieder geval is die eruit. Dus dat is wel fijn. Nou, de kattenbakken zijn weer lekker schoon. De douche is schoon. Dus dat is allemaal wel weer heel erg fijn. Het is nog best wel, het is een beetje benauwd buiten. Eigenlijk hoop je een beetje op regen dat de benauwdheid iets wegzakt. Ik had het ook warm gekregen, dus ik heb de ventilator weer eventjes iets aangedaan. Ik ga zo eventjes lekker relaxen. Dan ga ik straks lekker douchen en eten. Vanavond kijk ik weer naar Goede Tijden en daarna Chateau Meiland. Dat wordt wel leuk, want ze gaan naar een pretpark. Dus dat vind ik wel weer heel erg leuk. En daarna nog eventjes gamen. Dan ga ik mijn blogpost schrijven. Dan ga ik mijn Netflix-serie kijken. En daarna weer Videoland. En dan ga ik naar bed en hoop ik dat ik mijn boek uitkrijg. En ja, dat is het dan ook wel. Niet een hele spannende planning of zo, maar gewoon een beetje basic. In ieder geval fijn dat alles weer is opgelost. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen zien, want ik ga nu verder toch niks meer doen. Dus bij deze zou ik zeggen tot morgen. Goedemiddag op deze dinsdag. Het is vandaag 3 oktober. Ik ben klaargemaakt. Het is lekker koud. Ik ga even kijken hoeveel graden het is, want ik merk wel echt dat het lekker fris is. Ik heb gewoon zelfs een beetje kippenvel, maar dat maakt niet uit. Want ik heb hier op zich wel naartoe geleefd naar dit weer. Het is ook inderdaad 14 graden. Dus nou ja, prima. Ja, muis. Gisteren heb ik gekeken naar Goede Tijden en daarna weer naar Chateau Meiland. En dat vond ik wel heel grappig. Martini had er opnames voor de Sinterklaasfilm. Die nemen ze altijd echt in de hoogzomer op. Het was volgens mij ook echt 30 graden dat ze die film aan het opnemen waren. En daarna gingen ze naar de Efteling. En ze wilden Martini per se een achtbaan hebben. En de baron die sloeg die sowieso over. Dat vond hij veel te heftig. Nou, dat is ook wel een heftige achtbaan. En dus dat kan ik me nog wel eens voorstellen. Ik moet niezen. Uiteindelijk gingen ze in een houten. Ik vroeg me alleen af wat ze dan met dat kleine meisje deden, want die mochten niet in. En ze zaten er wel met z'n allen in, maar mijn moeder die dacht wel dat er dan nog een extra oppas mee was. Want ja, iemand moet bij dat meisje blijven. Maar hij gilde helemaal alles bij elkaar in die houten achtbaan. En op zich, weet je, die zijn niet eng, maar die kunnen best wel hard gaan nog. Dus als je er gevoelig voor bent, dan kan je wel gaan gillen. Dus dat deed hij natuurlijk. Maar was wel leuk. Ja, daar heb ik wel van genoten. Ik heb nog even een spelletje gespeeld. Toen ben ik mijn blogpost gaan schrijven. En toen ben ik even wat boeken naar een USB-stickje gaan doen. Maar die pakt niet echt lekker in de laptop. En ik weet dus niet of het het USB-stickje is of dat het de laptop is. Want hij werkt hem steeds uit. Dus dat weet ik nooit zo goed wat dat probleem is. Toen ben ik weer naar de Netflix-serie gaan kijken die heel spannend was. En nog even Videoland. Toen ben ik naar bed gegaan. Ik heb een boek uitgelezen. Heeft heel lang geduurd. Uiteindelijk kon ik toch wel zeggen dat het een heel mooi boek was. Daar heb ik uiteindelijk toch wel van genoten. Dus vanavond mag ik ook weer een nieuw boek uitzoeken. Dus dat was het eigenlijk ook wel. Ik ga even stofzuigen en de bakken scheppen. En dan ga ik een video opnemen. Ik wil nog even een was naar boven brengen. En dan ga ik nog even diamond painting doen. Dus dat wordt het vandaag. Dus niet zo heel veel bijzonders. Maar gewoon eventjes lekker een relaxed dagje eigenlijk ook wel. Met wel de dingen die ik wil doen. Maar niet qua schoonmaken en zo. Dus dat vind ik wel lekker. Dus ik neem jullie weer mee. Kunnen jullie dit zien? Hoe hard het nu tekeer gaat, die regen. Je hoort hem echt heel hard tegen mijn raam kletteren. Ja, ik vind het wel heel gezellig. Het eigenlijk vindt het iets minder leuk, maar ja, het is toch wel echt waar ik op heb zitten wachten. Dus ja, gaat wel lekker even tekeer nu.
zo. De katjes hebben inmiddels lekker hun eten op. Dus die hebben weer lekker gesmikkeld. Ik heb 2 rijtjes diamond painting gedaan. Dat was ook wel fijn. Alleen Mickey wou net niet naar beneden. Dus die moest ik echt zo zeggen van ja, je moet eten. En dan uiteindelijk kwam ze wel. Maar die vindt dat op zolder wel altijd heel erg leuk. Het is inmiddels weer droog. Het zonnetje komt er nou weer licht doorheen. En dat kan ik dus heel slecht handelen. Als het dan een beetje zo'n donker dagje is. Als het dan in één keer de zon weer gaat schijnen. Maar goed, het is toch vrij vroeg weer donker. Video opnemen is gelukt. Ik heb gelijk weer wat dingen opgeruimd. Boven nog wat gedaan. Dus wat dat betreft ben ik wel weer lekker bezig geweest. Ik ga zo meteen eventjes lekker relaxen. Dan ga ik straks eens lekker douchen en eten. Vanavond heb je gewoon weer goede tijden. Nu komt wel 4 handen op 1 buiten. Dus dat ga ik kijken. Ik heb ook lekker even een schone pyjama gepakt. Voor vanavond lekker op de bank aan te trekken. Dat vind ik heerlijk. Dan ga ik daarna nog even een spelletje doen. En dan ga ik de vlog afmaken en de foto's bewerken voor mijn blogpost. Ga ik verder met de Netflix serie en nog even Videoland kijken. En dan ga ik een nieuw boek uitzoeken, maar ik heb nog geen... Ja, ik heb wel een idee welke ik wil gaan beginnen. Dus dat is op zich wel leuk dat je dan nog gelijk een beetje verder denkt. Dus dat wordt het verder ook wel. Verder was het wel een lekker dagje zo. Ja, ik genoot er wel van dat het zo regende. Ik vond het heel gezellig en zo. Dus ja, wel even lekker bezig geweest. Ik ga bij deze in ieder geval de weekvlog afsluiten. Ik hoop dat je het leuk vond om te zien. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren door op het rondje met mijn gezicht te drukken. Of op mijn kanaal zelf, er staat een rode button. Daarnaast staat een belletje en als je die aanklikt, krijg je een melding zodra er een nieuwe video van mij online verschijnt. En hoef je niks meer te missen. Vond je deze video leuk, doe dan zeker even je duimpje omhoog. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken en hoop ik je bij een volgende video te mogen zien. Doei!